Vandaag is het een heel bijzondere dag in de Heilige Lambertuskerk in Husseling. Het Sint-Cecilia-koor uit Ravenstein zingt voor de laatste keer tijdens een heilige mis. Na 130 jaar wordt het koor opgeheven. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar voordat zover is, kunt u nog één keer luisteren naar hun prachtige gezang. Er zijn ook nog 4 mensen die een medaille krijgen. 2x 25 jaar lid van het koor, mevrouw Leni Akina en Gerry van de Vlist. En 40 jaar bij het koor, de heer Jan van Schadewijk en Henk Rijs. Ik wens u nog veel plezier met het koor Sint-Cecilia. De feestdag van onze patrones afscheid nemen neemt valt zwaar. Een stukje historie opgetekend door Henk, zoals ik net zei, vertelt ons dat er al in 1883 melding wordt gemaakt van ons herenkoor in de Sint-Lucia-kerk. Vanaf 1923 zijn er notulen zelfs gehouden van dat koor en kreeg het wat meer vorm. Tot 1975, dat het dameskoor samenging met het herenkoor. Het dameskoor was al opgericht in 1965 en verzorgde eigenlijk altijd de rouw- en de trouwdiensten. Ik zie Emmy knikken, want Emmy was daar dus lid van. Ja, in 1980, en even een mijlpaal genomen, zongen we nog met 50 personen in ons koor. Nu we stoppen, zijn dat er 11. De stemmen worden wat ouder, wij worden allemaal ouder. Sommigen gaven aan te willen stoppen. Wat het koor heeft doen te besluiten om daadwerkelijk te stoppen. Voordat u als kerkgangers gaat zeggen, het is niet meer om aan te horen. Ja, aan mij de eer om de jubilarissen te huldigen. En we hebben er vandaag 4. U ziet hier ook 4 medailles liggen. 4 diploma's of oorkonden, zoals je het wilt noemen. Aangevraagd door ons koor bij de Gregoriusvereniging in 's-Hertogenbosch. Dat is een onderdeel van het bisdom dat de zang bevordert. En ik begin eigenlijk bij Leni. En dat is Leni. Leni is altijd alt geweest bij ons, 25 jaar lang. Je was niet iemand die echt op de voorgrond trad. En de laatste jaren heb je wel wat gesukkeld met je gezondheid, waardoor je niet altijd aanwezig kon zijn en je stem niet zo kon laten horen zoals je eigenlijk kon. En in het verleden heb je wel degelijk bewezen dat je dat zeker kon en ook wel eens bij de sopranen meegedaan. Daarvoor hartelijk dank namens ons koor, maar denk ook namens de parochie. Dit is dus een zilveren medaille en een zilveren broche voor te dragen, want ik neem niet aan als je het wil dragen dat je iedere keer met zo'n medaille gaat lopen. Dus daarvoor zit er ook een zilveren draagspeld bij, zoals ze dat zeggen. Dat is eigenlijk een broche voor de dames en een speld voor de heren. Okay. Alsjeblieft. Dank je wel. En dit is de oorkonde dus, hè? Ja, als tweede zou ik graag gehuldigd hebben Gerry. Gerry van de List. Ook al 25 jaar bij ons koor. Helaas heeft ze gisteren moeten afbellen dat ze ziek is. Ze ligt met koorts thuis. Dus zeker in deze omstandigheden niet raadzaam om aanwezig te zijn. Gloria in excelsis Deo. Et in terra.
Jan, ook jij hebt je stempel duidelijk gedrukt op het koor. Niet alleen door je geweldige zang, maar ook door je inzet op een andere wijze. Je hebt de bestuurlijke functie gehanteerd als penningmeester, die ik later van jou heb mogen overnemen. En voor mij dus een makkie, omdat je altijd alles keurig op orde had en ik het zo kon voortzetten zoals het er stond. Dus dat is al een extra inzet. Als je ook maar enigszins kunt, ik zeg niet kon, want je zingt door, kunt, ben je er altijd. En dat waarderen we zeker. Zeker jouw inbreng als tenor, een hele mooie stem. In de tijd dat wij dus ineens een enkele mensen moesten gaan missen in ons koor, was ik genoodzaakt om bij jou te komen staan omdat je alleen was. En ik was dus een bas, ik ben een bas, maar heb toen een tijd tenor gezongen en heb ik veel steun aan jou moeten hebben. Als ik er alleen had gestaan, had het niet gelukt. Daarvoor onze dank. En bij Jan staat er een 40 op. Een 40 is een gouden medaille. Ze zeggen echt goud, ik neem het aan. Met ook een gouden draagspeld. Net zoals Beleni, maar dan in het goud voor 40 jaar. En hier is nog plaats voor je 50. Hè? Daar komt er een 50 op te staan. En zoals vorig jaar, ze zit daar, onze Emmy, die had daar een 55 op staan. Dus dat is heel wat. Goed, Jan. Ik zal niet opvallen. Ja, tot slot, Henk. Wel als laatste, maar zeker niet minder belangrijk als alle andere leden van het koor. Want ook jij hebt een zeer grote bijdrage geleverd aan dit koor, mag ik wel zeggen. 20 jaar lang voorzitter, maar daarna ook nog steeds actief. Ook in de moeilijke tijden toen wij moesten overschakelen naar een ander beloningssysteem voor de dirigent en de organist. Heb jij je steentje werkelijk goed bijgedragen en ook in andere moeilijke tijden. Zeker ook na het voorzitterschap ben je altijd bereid geweest om te helpen. Zelfs nu ik deze voorbereiding moest doen, heb je mij een stukje gestuurd waar ik dus een paar handvaten aan had. Want ik zit er iets minder kort bij als jullie. En jij bent de bas, net zoals ik. En wij als bassen hebben altijd veel steun gehad aan jou. Door jouw diepe warme stem, maar ook de toonvastheid die je hebt, met je achterliggende harmoniegedachte, kon jij goed toon houden. En zelfs aan het eind van dit werd er gezegd, ja, we zijn een halfje gezakt, zei hij dan. En dat hoorde hij precies. En zeker voor mij, als nieuwe bas toen, heb ik veel steun aan jou gehad. Dus, hartelijk dank daarvoor. Ook Henk gaat mee naar het Herpse koor. Dus het is niet verleden tijd dat hij zingt. Ook voor jou deze medaille in goud met een gouden draagspeld. Ik hoop dat je er nog een beetje plaats voor hebt, want er zit al het een en ander op je revers, wat je al verdiend hebt. Ja. Daarbij ook
dezelfde oorkonde als de andere, alleen met een andere naam. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Bij een feest hoort altijd een cadeau. We hebben dan, of de locatieraad Ravenstein en de omgeving heeft gemeend om dat tot uitdrukking te brengen in een bloemetje. En elk koorlid zal namens de parochie, namens de locatieraad, een bloemetje ontvangen.